Ja, je vertelde net, als mensen begeleiden, dan kijk je ernaar en dan zie je eigenlijk al dat ze bijna hun eigen script neerleggen en dat je kunt voorspellen wat er dan gaat gebeuren. Ja. Wat zie je dan? Want dat is een valkuil voor veel opstellers, neem ik aan. Wat zie je dan gebeuren? Ja, dat ze niet in contact staan met hetgene wat daar zich afspeelt. En dan ik denk dat je lijf is een middel om te... Het is een soort radio, hè, je lijf. Het ontvangt en zendt uit. We pulseren ook de hele dag. Als we onszelf onder een elektronenmicroscoop zouden leggen, zouden we zien dat ons lichaam eigenlijk de hele tijd trilt. Dat betekent dat er informatie in en uit gaat. Dat is je instrument waar je mee kunt waarnemen. Maar dan moet je wel bereid zijn om je daarin over te geven. Dus je moet uit je hoofd willen gaan. Uit je gedachten. En gewoon echt met je volledige instrument, je volledig lichaam, daar contact mee te maken. En is dat nou een talent? Kun je dat leren of... Ja, sommigen zeggen dat het een talent is. Ik ben wel overtuigd geraakt dat je 80% van deze vorm kunt leren. Ja. Het is trouwens wel, want dat ken ik uit mijn historie, dat je heel veel voelt, maar daar gewoon niet op let. Ja. Dus eigenlijk leer je dat af? Of? Ja, in zekere zin denk ik dat we dat als volwassenen hebben afgeleerd, ja. Kinderen hebben nogal een volledige neiging om volledig alles te willen en te kunnen voelen. Alleen ze kunnen het niet structureren, dat is dan het verschil. Volwassenen hebben zowel zeg maar de inhoud, maar ook de structuur verloren. Dus eigenlijk verlies je daarmee een groot deel van je waarnemingsvermogen. Ja. Waarom leren we dat kinderen af eigenlijk? Omdat wij als volwassenen heel lastig vinden om tot het puntje te gaan als het over gevoelens gaat. Ja, dat is mijn aanname ook. Ja. Zie je tegen iemand zegt, volgens mij is er dit en dit bij je, dan zegt hij meestal nee. Nee. Nou, maar goed, zelfs mensen die daar zeer goed in getraind zijn, zullen het nog steeds heel lastig vinden, omdat het uiteindelijk gaat om contact te maken met je lichaam. Ja. En heel veel mensen zijn, zelfs trainers, coaches en therapeuten, zijn eigenlijk volledig ontlichaamd. Wauw. Dat is eigenlijk trend. Ja, het is een problematische trend, omdat ik van mening ben dat daardoor ook heel veel pathologieën zijn ontstaan. En ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld bezieling in bedrijven verdwijnt als een leider die een bedrijf leiding geeft niet in zijn lijf zit, niet voelt. Ja, vaak zien we dat natuurlijk ook. Er zijn wat uitzonderingen op de regel, maar over het algemeen zien we leiders die niet in hun lijf zitten, dat die ook zeg maar de volgers gaan verliezen. Ja, en dan zakt een bedrijf terug naar middelmatigheid. Ja, of het wordt dan gewoon een technocratisch leiderschapsmodel. Gewetensvraag voor bedrijfsleiders, wanneer weet je dat je in deze valkuil stapt? Op het moment dat je niet je eigen lijf kunt voelen. En de volgende halt is dat mensen afhaken? Ja, tuurlijk. Ja. Het is een mooie zin, niet je eigen lijf voelen. Hoe zou iemand weten of hij zijn lijf voelt of niet? Nou, zoals wij hier zitten, kan ik nog steeds mijn eigen lijf voelen. Ik ben in mijn lijf. Ja. Ik ben in contact. Ik ervaar wat ik hier voel op het moment dat we met elkaar in communicatie zijn. Op het moment dat ik zeg maar uit communicatie zou gaan, betekent dat ik alleen dit nog heb. Ja. Niet dat dat erg is, want het is een onvolledige vorm van communiceren. Is dat nou een globale trend dat mensen uit hun lijf gaan? Of tenminste, als ik kijk naar de westerse wereld, zie ik dat wel veel. Ja, naarmate je in culturen zeg maar, de rationalisatie als een hogere vorm van ontwikkeling ziet, hè, dan zie je dat mensen verdwijnen uit hun lijf. En rationalisatie bedoel je dan het rationeel denken of is het een ander iets? Ja, het is een complex fenomeen, maar laat het gewoon vereenvoudigen tot het denken, zeg maar. Ja, dus als mensen gaan denken is het risico dat ze uit hun lichaam verdwijnen. Ja. Andere culturen, want ik en Arianna reizen graag naar India toe. Mm-hmm. Daar merk ik heel fijn dat mensen in hun lijf zitten en ook wat hun overkomt, hoe ernstig de armoede, ze zijn er. En je kunt echt contact hebben met ze. Precies. Hoe komt het dat zij dat doen? Heb je daar een idee over? Laat ik het de voorzichtigheidshalve zo benadrukken, in meer primaire culturen is er een groot contact met de dood. Dus dat zou ook voor Afrika gelden bijvoorbeeld? Ja, maar ook Azië. Ja. Dus mensen die op het land leven in Azië, die zijn ook hier helemaal niet mee bezig. Die zijn in hun lijf. Ja. Ze zijn de dingen aan het doen waar ze mee aan de slag zijn. Dus eigenlijk als je de dood omarmt, kun je meer in je lijf zetten. Ja, dat is een van mijn stelregels in mijn lijf. Dat thema ken ik persoonlijk wel. Ja. dat is waarschijnlijk heel complex, maar als iemand de dood niet omarmt, waarom vertrekt hij dan uit zijn lijf? Omdat elk moment die dood aan de deur kan kloppen. Hmm. Juist dan. Juist dan. Ja. En als je de dood voelt, kun je daarbij zijn.
Ja, ik heb één ding geleerd en eigenlijk wist ik dat als kind al, alleen ik kon dat toch geen structuur geven, zoals ik net ook zei. Is dat de dood is eigenlijk een grote vriend voor de mensheid. Dat is heel interessant dan hoe andere mensen er tegenaan kijken. Veel Ja, mensen, want we hebben natuurlijk door de christelijke tradities en de ontwikkeling hier, met name het protestantisme, echt geleerd de dood buiten de deur te houden. en hoe maak je de dood jouw vriend? Net als de geboorte je vriend is en het leven je vriend is. Het is een deel van jou, het zit in je systeem. Dus dat vind ik ook altijd apart, op het moment dat het zeg maar over geboorte en leven gaat, dat iedereen altijd volledig in een soort euforie komt. Hè. Ja, we moeten volledig leven. De geboorte is zo mooi. Maar eigenlijk is de dood ook heel erg mooi. Je zou eigenlijk bezig moeten zijn met hoe wil je doodgaan. Ja, ik zeg ook wel, als je goed wil leven, moet je eigenlijk weten hoe je dood moet gaan. Is overigens ook een hele mooie Japanse uitspraak, hè, die hier echt op lijkt. Ja. Het leven kun je pas ervaren door de dood. Ja.